Ik denk dat hij er kinkier uitziet dan dat hij is. Ik denk dat hij wel braaf is. Hallo, wij zijn Jeff en Pieter Jan en wij hebben geen vrienden. Enig idee hoe jullie dat gaan oplossen? Daarom zoeken wij elke week een nieuwe vriend. Leuk, leuk, leuk. En deze week worden we vrienden met... Monica! Wow, Monica vrienden! Voor de mensen die jou niet zouden kennen... Ja, waarvan, in Vlaanderen misschien. Ja, in Vlaanderen. Waarvan zouden de mensen jou kunnen kennen? Ik denk dat sowieso best wel weinig mensen me kennen uit Vlaanderen. Is dat? Ja, dat denk ik wel. Kun je over straat lopen in Antwerpen? Ja, onherkend? Volgens mij wel. Ja, ik vlog iedere week. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben actief op Instagram. Wow. Ook presentatrice van Temptation Island dus. Dit is Temptation Island. Love or leave. Maar dus over Temptation Island. Wat een seizoen. Er is van alles gebeurd. Jij bent fucking de hoerenloper. Veel bekentenissen. Veel bekentenissen. Bert is al twee keer naar een prostituee geweest. Welke bekentenis vond je de meest heftige bekentenis? Oh ja, dat vond ik denk ik al de bekentenis waarbij Nico bekende aan Donna dat hij al seks had gehad met iemand anders. Lieve Donna, ik heb seks gehad met iemand anders. En dat hij daarna nog zei, ik hou van u. Ik hou van u. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil horen wanneer op iemand... Op zo'n moment. Eigenlijk bekend dat hij dat heeft gedaan. En ik denk ook dat dat voor haar heel vreselijk is, omdat je gaat meedoen. Omdat je de test aan wil gaan. De ultieme test. Ja, de ultieme relatietest. Ja. En dan kom je er eigenlijk achter dat het een ongelijke start was. Dan gaan we over. Ja, we willen natuurlijk u ook een beetje beter leren kennen. En onze kijkers. En die hebben vragen kunnen indienen. Talloze vragen. De eerste vragen nu waren onze vragen. Dat voelt je. Die waren journalistiek onderbouwd. Ja, precies, ja. Maar nu komen de nu echte... Nu komen de goedkope vragen. De makkelijke. Oh, let op. We hebben wel een redelijk verfijnd publiek, hoor. Ja. Oh, oké. Okay. Keur Belgische mannen. Oké. Okay. Ja, dus omdat je eigenlijk een specialist bent. Mm-hmm. Hebben eigenlijk de 10 knapste Belgische mannen verzameld. Niels de Stadsbader. Is hij een soort Studio 100 figuur? Je zou het denken. Ja, hij lijkt een beetje. Ja. En hij is ook presentator. Oké. Okay. Voor een mega deal terug naar de openbare omroep. Lekker. Commercieel bezig. Ja, het is een heel commercieel figuur. Nou, dan krijgt hij een 8. Sean Dont. Ja, eerste indruk ziet er heel goed uit. Ik denk dat hij wel een 9. Een 9? Ja. Denk je dat hij er een braaf type is of eerder zo'n beetje stout? Ik denk dat hij er kinkier uitziet dan dat hij is. Ik denk dat hij wel braaf is. Ja, ik denk. Of niet? Ik denk het. Omgekeerd? Ja. Alexander de Croo. Zou hij een Temptation single kunnen zijn? Tuurlijk. Ja, wie is dit? Dit is onze premier. Ja. Oh. Nou, ik vind hem wel een 6. Ja, een 6. Ja. Achter die cijfers schuilt ontzettend veel hoop. En de zwembroek heeft voor plus 1 gezorgd of voor een... Nee, de zwembroek heeft een punt aftrek gegeven. Ja, dus er zijn bloemetjes passé. Ja. Okay. Tom van der Beken vraagt, kijk je naar de verhulstjes? Ja. Zo zijn wij. Ik ben echt groot fan. Hè? Dat wist ik niet. Wist dat niet? Ja, ik ben mega fan. Wie is je favoriete personage? Ik denk dan toch Victor. Naast Victor, Marcel? Nee. Die stukjes met die hond vind ik altijd heel... Oh nee, heb je terug pipi gedaan? Hey, bedje. Maar toch Victor eigenlijk het leukste personage. Nou ja, meer omdat ik hem ken. Dus als ik dan dingen van hem zie, dan vind ik het heel grappig. Want ik had een paar afleveringen gekeken voordat ik hem kende. En toen had ik de serie afgekeken. Nou, en toen vond ik het ineens heel erg grappig. Terwijl daarvoor dacht ik, ja, oké. Okay. Dat kan toch niet? Jawel. Nog een vraag van Pedros. Hoe is het nog met je irritante afzuiger? Goedemorgen, sorry voor de irritante afzuiger. Nou, ik ben inmiddels verhuisd, dus ik heb geen idee hoe het die afzuiger is. Zeg eens in de camera, amai, wow. Wat? Amai. Amai was ik nog wel maar aan de wow, wow, wow. Amai, wow. Amai, wow. Amai, wow. Wauw. Wel goed, vond ik, ja. Nou, dank je. Dit van onze betere. Ja, we verzamelen dat van alle mensen waar we naast zitten. En dan is de volgende vraag ook, zeg eens in de camera, superleuk.
En dan word ik de komende jaren in jullie kut-edits gebruikt. Nee. Oh, kut-edits. Nou, superleuk. 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 Ja, dat is echt leuk. Laat even weten of jullie dat leuk vinden. Leuk, 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 leuk. Niet leuk. Heel leuk. Bart de Wever. Nou, een 7. Omdat ze zelf ook goed is, krijgt hij een pluspunt. En borsthaar? Borsthaar vind ik niet erg, maar buikhaar. Nadeel daarvan is dat het ook niet echt ongelooflijk sexy is. Mark van Ranst. Ziet er wel heel gezellig uit. Heeft hij iets te maken met voetbal of sport of zo? Nee, dat kan niet. Nou, hij krijgt van mij een 9. Een 9? Wow. Voor Mark van Ranst. Ik volg die cijfers ook wel. Eddie de Mares. Ik heb hem volgens mij wel eens gezien. Ja? Of niet? Nee, ik geef hem ook een 6. Een 6? Ja. Ja, ik denk dat dit niet de beste foto is van hem, maar ik denk dat het een hele sympathieke, aardige man is. Nog een basketbaluitslag. Jenno. Ja, dit is ook niet mijn team. Nee? Ik hou van langer haar. Ben geschoren als een schaapje. 6. Als je hem in 2 woorden zou moeten omschrijven. Amai, wow. Waarom wrijf je zo vaak door je haar? Ja, yeah, wrijft heel vaak door je haar. Oh. Ik denk dat ik deze hele video nog in 1 keer aan mijn haar heb gezeten. Kun je het misschien nog 1 keer doen? Giveaway! Oh, een giveaway. Dat is een superleuke opdracht. Superleuk. Ik heb 2 boeken uitgebracht om ze allebei weg te geven. Voilà, we hebben ze hier alle 2 vast. Echt? Ja, ze gaat ze nog opsturen. Ja, ze gaat ze nog opsturen. Want ze niet mee. We geven deze 2 boeken weg. Daar moeten jullie voor een bepaalde comment nalaten. De beste manier om het uit te maken met je partner. Misschien is de winnaar, diegene die het uitmaakt met zijn vriendin, in de reacties. Sorry, maar dan zijn dat toch echt een klootzak, hè? Nee, dat is niet waar. Zo moet het. Bokkie de Rapper. Ja, dit is een 5,5. 5,5? Ja. Dat is echt maar net. Dat is met dat de hakken over de slot. Kan gebeuren, maar dus ik zou een oproeppunt doen. Boek mij gewoon nog een keer. Nathan van der Hunst en Michiel van Semi. Die rechter ken ik wel. Ja? Die vind ik heel knap. Oh. Ja, ik vind hem super knap. Maar het is goedgekeurd. Oh. Dat is toch Nathan? Ja, zeker. Ja, is een YouTuber. Hoe ken je die? Ik dacht dat hij Nederlands was. Nou, ik vind hem wel 9. Oh. En die linker is een 6. We blijven wel positief, dat proberen we toch. Michiel versus Nathan. Nathan met grote straatlengtes voorsprong. Wie was Michiel? Mijn naam is Michiel. Hij heeft wel een heel grote vinger natuurlijk. Ja. Je weet wat ze zeggen over grote vingers. Maar grote handschoenen. Wie was de winnaar van de vorige giveaway? We gaan een keer kijken. Proficiat. 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 Koning Filip. Zit hier die prins of koning? Oh, ja. Ondertussen is hij koning. Nee, ik hou niet van dit soort outfits. Huh? Dus ik vind hem een 6. Oh. Dat heeft een diepe indruk op me gemaakt. En denk je dat een vlotte spreker is? Denk ik niet. Klopt. De koningin en ik wensen u een fijne nationale feestdag. Leven België. Mogen jullie de koning wel beledigen? In België mag dat wel, ja. We kunnen echt zeggen, koning Filip is echt een slappe lul. Zo staan we internationaal bekend. Ja. Ja, Monica, ben je klaar voor het ongelofelijke eindlied? Zeker. Ja, ook zonder piano. Ja, Pieter Jan is zijn piano vergeten in België. Sorry, maar dan zijn dat toch echt een klootzak, hè? Ja, hij gaat voor jullie voor het eerst het eindlied doen met luchtpiano. Oké, daar gaan we dan. Dus Monica, vond je deze video fijn? Ja, die vond ik heel erg fijn. Ja, die vond ze heel erg fijn. En ga je op ons abonneren? Ik ga zeker op jullie abonneren. Ze gaat zeker op ons abonneren. Bedankt om te kijken naar Vrienden worden met de ravissante Monica Geuze. Als je dit boek wil winnen, laat dan iets na in de comments hoe dat ik zou afmaken bij een lief. En dan zien we jullie graag terug
voor een volgende video. Dag. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.